die Pamplette, man muss die Sterben voll verdreht, weil ihr den Angel an uns hätten. Um mich zu trösten, nee, doch nicht. Ihr Briefchen setzt mich an das Denken, denn da ist ihr gegült, die wird. Seid ihr mal fast an Riefes Denken, so wie es sich doch nicht verbirgt. Wel, singt ihr die Pamplette, ich mein, dass ich kein Ador hier, man niemals soll mich können verletten. Dass ich mich hier op reagier, ich krieg den Indruck, dass sie viel Macht heeft, en Macht dat krijg je niet zo gauw. Dus denk ik ook, dat ze heel mooi is, ach, wat verlang ik naar die vrouw. Wel zeker hield ik van Clarette, maar die heeft nu een bruidsjurk aan. Ha! Wat kan mij dan nu nog beletten? Ze heeft die keuze zelf gedaan. En dan, het onbekende, dat lokt me. Het vreemde trekt mij steeds weer aan. En om het goed te leren kennen, die ik er morgen heen te gaan. Het rendezvous, dat rendezvous, dat trekt me aan. Maar Clarette kan ik ook niet vergeten, omdat ik ook van haar nog houd. Toch zou ik wel eens willen weten, of zij wel echt van Bonbonnet nog houdt.